Op deze fantastische zomeravond, het begin van een hete zomer waarschijnlijk, Edwin Zonneveld. En Edwin, ja, dit lijkt mij een belangrijke trainingsvormen. Ja, we hebben een leuk trainingsprogramma bedacht voor de jongens. Bedoeld voor stabiliteit, voor kracht, voor een beetje snelheid. Het is ook vanuit een vraag vanuit de jeugd, omdat jeugdspelers soms wat fysiek nog tekort komen. En dit zijn oefeningen die de jongens vanaf hun 16e jaar echt wel mogen gaan doen om fysiek een beetje sterker te worden. En de nadruk op van deze oefeningen ligt op stabiliteit, denk ik ook, maar ook kracht, snelheid? Ja, we hebben er drie vormen in verwerkt. Dus er zit een stukje core stability, kracht van je romprug. Er zit een stukje armen bij, armenkracht, beenkracht. En er zit een stukje agility training, dus snelheid, beensnelheid. Ben je tevreden zoals het tot nog toe gaat? Want ja, dit is eigenlijk pas de eerste keer dat ze weer als groep bij elkaar zijn natuurlijk met deze trainingen. Ja, dat klopt. Nou, het is ook de jongens even een prikkel geven en ook een idee geven voor wat ze de komende weken kunnen doen. En de jongens zijn lekker gemotiveerd met een klein zuchtje en een puffje en een kleine boze blik, maar ze doen top. Oké, hartstikke goed. Heb je zelf nog iets toe te voegen waarvan je denkt, ja, nou, dat is toch wel heel erg belangrijk dat ieder jeugdlid dat moet weten of dat iedere senior lid of sowieso voetballer dat moet weten? Nee, het zijn gewoon voorbeelden van trainingen. Luister altijd gewoon goed naar je lijf. Heb je kleine pijntjes, sla een beetje over. Doe de oefening iets minder. Dus doe het niet alleen maar op karakter en op doorzettingsvermogen. Maar zorg dat je lijf eraan wendt. En dat hij gewoon langzamerhand sterker kan worden. En combineer dit bijvoorbeeld met een loopschemaatje. Dat je conditie gewoon de komende 4 weken voordat het seizoen weer begint dan voor het eerste. Gewoon lekker fit is. Conditioneel en kracht. Bedankt, Edwin. Graag gedaan.